lieve kijkers. Ik neem deze vlog even op omdat ik even het een en ander moet vertellen en toelichten. En ik niet zo heel leuk nieuws moet vertellen aan jullie. Zoals de meesten eigenlijk van jullie weten, gaat het af en toe de afgelopen tijd niet zo heel erg geweldig met de vlogs. Althans, niet qua gasten of qua animo of qua mijn hele plan of dat het niet goed wordt ontvangen. Maar vorige week natuurlijk al het gedoe met de gast. Met vlog 10 dus. Maar ook de gast die eigenlijk al een aantal weken online moet komen, waar ik jullie al de hele tijd over aan het ophypen ben. Over aan het, weet je, aan het sneak peeken ben. Waar ik heel trots op ben en waar ik heel erg blij mee was. De hulpdienst. En nou heb ik gisteren te horen gekregen dat die vlog, of vlogs, want het waren part 1 en part 2, helemaal niet meer online gaan komen. En de reden daarvan is, ja, ik heb mezelf een beetje misschien in mijn vingers gesneden en ik heb daar zeker een aandeel in. In de zin van, het mocht al eigenlijk niet. En toen is daar bij de kazerne, heeft hij gewoon iemand gezegd, joh, draai gewoon mee. En we zien wel even wat er gebeurt. Ja, weet je, ik vind het hartstikke leuk en het was pure enthousiasme en oprechtheid. En toen hebben we gewoon die vlog gemaakt en we hadden gewoon afgesproken dat een paar van de mensen van het team het zouden kijken en dat het daarna online gegooid zou worden. En tuurlijk is het niet via de officiële weg gegaan en dat is, daarin ben ik zeker gewoon misschien een beetje, nou ja, niet fout geweest, wil ik niet zeggen. Maar ik had gewoon moeten snappen dat dit nooit ging gebeuren of dat de kans was dat het fout ging. Nou goed. Communicatie heeft het ooit al een keer afgewezen in Utrecht. En ik kan niet zeggen welke kazerne het omgaat. Maar nou ja, goed. We hebben het toen gemaakt. En uiteindelijk is er achter mijn rug om besloten. Vanuit een paar van de leden uit het team. Van joh, we gaan. We willen toch eerst langs communicatie laten lopen. Toen dacht ik al. Ja, dat is mooi. Maar waarom zeggen jullie dat niet? Want het is onderhand al 3 weken geleden. Nou goed, dat werd toen gezegd. Nou, toen raakte ik al in paniek, want toen dacht ik, ja, dan kan het dus deze vrijdag niet online. En oh mijn god, dan heb ik weer geen gast. En nou, et cetera. Nou goed, om een lang verhaal kort te houden. Ik heb gisteren te horen gekregen, want ze hebben het uiteindelijk wel langs communicatie gehouden. Het is echt een heel gedoe geweest, want ook er waren 2 mannen die ik moest controleren. De een heeft het gedaan en die was in mijn ogen gewoon heel erg negatief. En de ander belde mij maar gewoon niet terug, had er geen tijd voor. Nou, het is gewoon de manier waarop het gegaan is gewoon echt heel erg kut. En dat ga ik ook op mijn manier zeggen. Uiteindelijk is het wel naar communicatie gestuurd. En ik had gewoon verwacht, joh, dan kan hij volgende week gewoon online. En toen heb ik gisteren horen gekregen dat de communicatie het afwijst. Omdat ze vinden dat de manier van het maken, dus het manier van vloggen, mijn manier van vloggen, niet past bij hoe de VRU zich graag presenteert. En ik vind dat echt een klap in mijn gezicht, omdat ik me ook een beetje persoonlijk aangevallen voel. Van ik ben niet goed genoeg om jullie te promoten of te presenteren. Of onderdeel van jullie te zijn, onderdeel hè, voor zover je onderdeel bent. En bijvoorbeeld een Enzo Knol wel. Niks naar Enzo Knol hoor, daar niet van. Maar ja, dat kan wel en ik kan niet. Gewoon geen toelichting, gewoon niks, dat was het. En ze vonden het al gek dat het op de manier was gelukt. Nou, dat snap ik. En daar ben ik het ook zeker mee eens. Als ze hadden gezegd, well, luister, we hebben al in eerste instantie nee gezegd, dus het gaat gewoon niet online, jammer dan. Dan had ik het begrepen en dan had ik gezegd, prima. Maar de vlog kijken en dit erover kunnen zeggen, het zijn... Ik heb echt gisteren er echt om moeten huilen. Het is gewoon echt, het zijn zulke leuke vlogs. En een aantal van de leden uit de ploeg hebben het gekeken. En die zijn niets meer dan positief. Van joh, wat laat je het goed zien. Je hebt onderbouwd echt alle aspecten van hoe het is om bij ons te werken. Het feit dat je bijvoorbeeld misselijk bent in de nacht omdat we moeten uitdrukken, hebben we allemaal ervaren. En het is, je laat echt het echte plaatje zien. En ik heb met heel veel plezier naar je vlogs gekeken. En dit is wat ik te horen krijg vanuit hun. En ik krijg niet te horen dat het niet bij hun past. Dus ja, het klopt gewoon in mijn hoofd niet. En ik ga ze ook bellen nu, zo direct.
Maar ik wilde dit wel even vertellen. En nou ja, goed. Ik baalde echt enorm van. En ik moet er echt weer bijna van huilen. Want het zijn gewoon echt super leuke vlogs. En ik heb er gewoon heel veel tijd in gestoken. Ik kom nu weer in de knoop met YouTube. Want YouTube vraagt natuurlijk een consistentie van het uploaden. Ik kom in de knoop gewoon met ook mijn engagement. Ik beloof jullie elke vrijdag om 4 uur een vlog te uploaden. Ik heb 1000 keer gezegd dat het niet meer gaat gebeuren. Dat er geen vlog is. En nu komt het toch weer voor. En ik weet je, het vervelende is dat ik misschien nu hier wel een aandeel in heb. Maar ik heb er verder geen grip op. En het mooie is dus, ik zit voor de rest. Ik heb nog echt 2 of 3 of 4 plekken die ik moet vullen. En dan zit ik vol tot het eind van het jaar. Ik heb nog minimaal 25 mensen die ik voor dit jaar moet mailen. Omdat ik ze dan terug zou mailen. Dat ze zeiden, joh, doe even een overhalfjaartje. Dus dat zijn er ook nog heel veel. Ik heb nog mensen waar ik al contact mee heb gehad. Die even gaan kijken waar ze een plekje kunnen vinden. Dat zijn er ook een stuk of 15. En dan heb ik al mijn gasten waar ik volgend jaar nog contact mee ga opnemen. En al mijn ideeën. Dus als ik alles bij elkaar plak, dan is het echt... Nou, dan kan ik het nog 3, 4 jaar doen. Minimaal qua ideeën en gasten. En dat het zo loopt, ja, dat is gewoon echt ruk. En vooral ook... Ja, weet je, dit hoort erbij. Dit is gewoon... Ik had niet... Weet je, elke ondernemer, elke beginner met iets die heeft ingeslagen. En bij mij komen ze gewoon vrij snel. En ook weer allemaal bij elkaar. Nou goed, natuurlijk wel vertellen wat de gast was. Het ging om de brandweer. En ik heb 24 uur dienst meegelopen met de brandweer. En dat was geweldig. Het was de meest amazing ervaring die ik heb gehad. We zijn meerdere keren op uitdruk geweest. Eigenlijk heel erg veel. Wat normaal gesproken niet zo is. Normaal gaan ze er niet zo vaak op uitdruk. Dat is alleen maar... nou, 's nachts is het best wel al bijzonder als je een uitdruk hebt. Wij hadden er 2. We zijn bijna de hele nacht op pad geweest. Dat is gewoon super tof. En ik heb echt een geweldige dienst meegemaakt. En echt wel een bijzondere dienst. Want we hebben echt veel we hebben 4 meldingen gehad. 3 keer uit moeten rukken. Nou, dat is voor een brandweer best wel veel. En elke uitdruk duurt natuurlijk heel lang. En daarnaast hebben we zoveel dingen gedaan. Ik heb gespoten met de slang, met het water. Ik heb de wagens gezien die gebruikt worden in bosbranden. Ik ben op de ladderwagen geweest. Hebben in zo'n karretje of in zo'n dingetje zijn we omhoog gegaan. We hebben alle uitdrukken gehad. Ik ben bij een ongeluk geweest. We hebben iemand gehad die doodziek was en heel erg dronken en niet meer uit zijn huis kon. Dus toen die werd uit zijn huis getakeld. We hebben een priobrand gehad, wat geen brand bleek te zijn. We hebben echt hele... Ik heb hele toffe dingen meegemaakt. Ik heb geweldig gelachen. Er staan super leuke dingen in. Van grapjes en dat we met z'n allen aan het eten zijn. De uitleg van de... van de wagens. We hebben een hele rondleiding van, joh, wat zit er nou allemaal in zo'n wagen? Heel erg leuk. Ik heb ik weet niet of het een gasmasker is, maar een masker wat ze eigenlijk standaard bij zich dragen. Mocht er brand zijn, heb ik opgehaald. Hebben we uitleg over gehad. Heb ik ook gefilmd. Ik heb ook op een gegeven moment een stukje gehad dat ik geen adem kreeg, omdat ze hem stil hadden gezet. Hoe dat gaat. Er staan gewoon zoveel gave dingen in, super leerzame dingen. En ik weet zeker dat jullie en heel veel andere kijkers daar met plezier van hebben kunnen, hadden genoten. En ik kan gewoon echt, het is echt, weet je, ik heb ook, het is gewoon mijn werk wat niet online komt, waar ik heel hard voor heb gewerkt. Maar ook mijn toekomst. En het doet echt pijn aan mijn hart. En dan heb ik de rest, nou, degene die ik spreek nog van de brandweer. Want ik heb gewoon met best wel veel contact, heb ik dat verteld en ze snapte me helemaal. Dus ja, en de mededeling is dat ik dus de komende 2 weken ga stoppen met vloggen. Ik ga deze week, voor deze week upload ik deze. En voor volgende week zal ik een update geven hoe het gaat. Ik hou jullie op de hoogte volgende week. Volgende week krijgen jullie een update hoe het gaat. Ik hoop dat ik dan gewoon eigenlijk vol zit en met heel goed nieuws kan komen. Want dan hoef ik echt nog... Ik denk dat ik dan nog echt 2 plekken moet. Want dan upload ik volgende week een update. De week en 2 weken daarna heb ik gewoon de gasten die eventueel deze vrijdag en volgende vrijdag zouden komen. Dus niet de brandweer, maar 2 andere. Maar die komen dan. Dan heb ik nog 1 gat. Die hoop ik dus in deze periode op te vullen. En dan heb ik nog 2 gaten volgens mij aan het eind. Waarvan er 1 als het goed is opgevuld gaat worden. Of 2 denk ik. Ik weet het eigenlijk niet. En dan heb ik nog 1 of 2 plekken over.
Maar goed, dan weten jullie dat. Dit was weer een update. Ik behaal er enorm van. Ik vind het verschrikkelijk. Omdat ik ook zie dat mijn engagement op YouTube gewoon naar beneden is gegaan. En het ging zo goed met heel het begin. Weet je, het feit dat ik een paar honderd views heb als beginnende YouTuber. En überhaupt subscribers heb. En überhaupt reacties en likes krijgen, dat is wel best wel bijzonder. En het gaat gewoon heel goed. En het idee wordt super goed ontvangen. En dan, ja, nou goed. Ik hoop dat jullie begrijpen dat ik baal. Ik hoop op jullie begrip. Ik ga de komende weken heel hard werken om alles af te hebben. En gewoon fucking coole vlogs te leveren. En dan ben ik met 2 weken terug. En dan gaan we gewoon keihard knallen. Dan gaan we ook de foto's uploaden van elke gast. En dan... wordt het gewoon, hoop ik dat ik me niet meer zorgen hoef te maken en geen update vlogs meer hoef te geven. En ik zie jullie volgende week met een update en eigenlijk over 2 weken weer terug met een gloednieuwe vlog.